Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Switzer en vandaag aan tafel een talkshow over een hele bijzondere gebeurtenis wat de afgelopen twee maanden heeft plaatsgevonden. Ik zal eerst de gasten even voorstellen aan u en dan vertellen waar we het over gaan hebben. De gasten zijn Ferdinand van der Neut, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je weer hier bent. En aan de andere kant Peter Grootswagers. Dankjewel. En we hebben u nog niet vaker gehad, maar we hebben je nog niet vaker gehad aan tafel. Heel leuk dat je er bent. Timmerman van beroep. En dan zal de kijker vragen van wat doet een timmerman bij de Blauwe Tijger? Nou, dat is, je hebt iets heel bijzonders meegemaakt. 29 september heeft Peter Grootswagers een telefoongesprek opgenomen met de helpdesk COVID-19 van de overheid. En dat is gelinkt aan het RIVM. Het telefoonnummer staat ook op de website van het RIVM. Dus waarschijnlijk is dat een afdeling van het RIVM. In ieder geval de officiële COVID-19 balie hiervan. Vadertje staat het infonummer gebeld, Peter. Heel interessant. En voordat we naar het filmpje gaan kijken, we gaan natuurlijk een paar fragmenten tonen, moeten we erbij zeggen. Dat filmpje is 2 miljoen keer bekeken. Binnen een dag. Binnen een dag, ja. Ongelooflijk. Dat is behoorlijk wat. We gaan even een paar fragmenten bekijken. Van al die besmettingen heeft bijna iedereen geen tot zeer milde klachten. Okay. Dus vandaar ook dat het aantal ziekenhuisopnames en het aantal IC-opnames, dat is eigenlijk best relatief laag. En het is ook zo, als iemand positief getest is en die overlijdt aan iets anders, bijvoorbeeld een verkeersongeluk, dan wordt dat ook onder coronadoden gerekend. Dus in principe hoeven eigenlijk gezonde mensen dreigen eigenlijk niet drukker te maken als met een gewone griep, als ik het goed begrijp. Ja, daar komt het voor de meeste mensen inderdaad op neer. Hè. Maar mensen met onderliggende ziektes, hè, bijvoorbeeld diabetes of obesitas, die mensen die lopen een wat groter risico. Hè, of echt ook oudere mensen met een verzwakte weerstand, die lopen wel risico. Okay. Maar dat is natuurlijk met griep niet anders. Dan hebben die mensen ook een verhoogd risico. Peter, waar hebben we naar gekeken? Nou, we hebben gekeken naar een telefoongesprek dat ik heb gedaan met 0800-1351. Ja. Ik verbaas me dat er in de media eigenlijk heel weinig simpele vragen werden gesteld. Ja. En ik heb zelf gebeld en die vragen gesteld. En zoals we hebben gezien, toch wel schokkende antwoorden gekregen. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn...